Hoi. Even een de one-take van vandaag komt vanuit SeaWorld. We zitten op dit moment te wachten op de laatste show van vandaag. Dat is One Ocean. De Shamu Stadium. Best een groot stadion. Dat jullie allemaal wel kunnen zien, zeg maar. Maar we hebben vandaag redelijk wat kunnen doen. Ja, half uur zoiets. We hebben in principe de Manta nog niet gedaan. Suus is een beetje enger. En ik vond de vorige keer het wachten op het moment dat je terugkomt in de rem te lang. Maar voor de rest, we hebben Kraken gedaan, we hebben Mako gedaan. We hebben de Penguin Ding gedaan. We zijn even bij de Manatees geweest. Het was wel leuk, want je hebt daar echt over leuk. Leerzaam. Ze hebben daar, zullen we zeggen, een opvangbak voor de beesten om aan te sterken. Tot ze oud genoeg zijn en dan mogen ze weer terug naar de oceaan. Ze hebben daarachter zit een. Had jij gefilmd, toch? Twee bij 7. Echt hele zieke dieren zitten. Dat zat er ook één met een vreselijk grote litteken. Twee die van de reptijd gered waren. Die werden uit voortouw zijn die al weggehaald. En die zitten daar nu om aan te sterken. Dus wat dat betreft, SeaWorld krijgt heel veel commentaar vanwege shows als dit. Vanwege de orca shows. Maar het is in principe een opvangpark. Dus de beesten worden hier opgevangen, worden hier aangesterkt, worden hier bijgevoed. En op het moment dat ze sterk genoeg zijn, worden ze teruggezet in de natuur. Als het niet nodig is of als het niet mogelijk is, dan kunnen ze in principe hier blijven. De twee oudste manatees die hier zitten, die zitten hier al 30 jaar, zou je zeggen. Toch? Ja. Die zitten hier al 30 jaar. En dat was nog in een tijd dat er niet heel veel bekend was van zeekoeien, zeg maar. Dus daar hebben ze en heel veel van geleerd, want die beesten die waren net ongeveer een maand toen ze gered werden. En dus die hebben totaal geen ervaring in het wild. Dus die zitten hier eigenlijk gewoon als vast. Maar ook om de jonkies te babysitten, zeg maar. Om een beetje de jonkies aan hun omgeving te laten wennen, om aan het zeekoe zijn te wennen. En dan kunnen de jonkies uiteindelijk, als ze een jaar of 3, 4 zijn, kunnen ze terug naar het wild. Ze kunnen niet echt zien hoe oud ze zijn. Behalve het feit hoe lang ze hier dan zitten, zeg maar, en hoe oud ze ongeveer zijn. En dus het is gewoon afwachten en een beetje gokken. Maar voor de rest heel leerzaam in ieder geval. We hadden 4 jaar geleden hadden we hier een schildpad gezien met een infectie had die gehad. Die schild was aangedaan, een hele krater in de schild. Die is helaas overleden, gewoon puur uit ouderdom, zeg maar. Die had het in het wild gewoon echt niet overleefd. Dus noem me een voorvechter van SeaWorld. Maar ik vind eigenlijk dat SeaWorld alleen maar goede dingen doet. En de shows die we gezien hebben, de beesten doen heel veel zelf. Er wordt niks onder vang gedaan, ze worden niet geslagen. Ze krijgen gewoon een visje op het moment dat het nodig is. En dat is als beloning, zeg maar. En ze doen het ook in ieder geval het heel graag doen. Dus ik zou haar zeggen, kom gewoon een keertje bij SeaWorld kijken. Laat je informeren. Ga niet gewoon stom weg. SeaWorld is slecht, SeaWorld is slecht. Want het is echt gewoon, wat ze hier doen, is overheidsgereguleerd. Ze vangen de beesten op, ze sterken ze aan, ze voeden ze. Ze zorgen ervoor dat ze kunnen herstellen. Ze geven ze medische hulp wat het nodig is. Dus wat dat betreft, ik ben fan van SeaWorld en wat SeaWorld doet. Dus laat je wel een keer. Ga gewoon naar het park, het is een heel leuk park. Het is een toffe achtbanen. Ga er gewoon een keer naartoe en laat je vooral echt verrassen. Wij gaan genieten van One Ocean. Dat zal je vast nog in een normale vlog gezien krijgen die na de vakantie allemaal gaan komen. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot morgen!